maar even aan te wijzen wie de shitbag te zijn. Ik heb het al een paar keer voor gezegd. Ik kan er één hint geven, ze rijden in elk geval niet voor het aan. Dus de voorste zijn het niet. Of moet ik laten rijden wie er op een zondag zit? Dat kan natuurlijk ook. Ik weet wel wat zondag betekent. Dat is de beste 50cc van de HMV. Oh, ja, nee, dat geloof ik. Ziet u niet dat alles precies past, zegt die meneer. Ja, hij heeft er verstand van. Ik vind het gewoon een hele goede brommer. Kijk toch eens aan. 69, 35, 50. Wie gaat het hier winnen, de grote prijs van de Witte Paal? Op de gelijkmatigheid natuurlijk, hè? Ja, dat kun je zo gauw niet zien, wie dat wint. Nee. Ieder voor de aardrijd, dat zie je wel, maar dat telt niet. Wie rijdt er regelmatig? Dat weten alleen de dames in de bus. Dus even kijken hoe dat nou gaat. Nummertje 39, 59. En dan de Sundap, nummer 35. Thank you.
Albert. We've got to do here. Now the United is open ground to the back level now. Thank you.
derde. En mijn derde, Henny Nijlhuis uit Lossen. Mariella Rodo. Op nummer 24. Daar staat onze stad Anton Vierling. Dat willen we op de kaart. Oh, je ziet het wel. Op mijn 21 is Jan van Kennis uit Alphen. Op mijn 3. Nummer 16, Erik Keerdersen op een Benelli. Nummer 8 wordt Anton Arts op een Parilla. Nummer 5 is Hector Vries op de Motorbody Vita Cola. Rijders in de 53 worden Nemo Jansson, de nummer 47 op de Velo Z. Henk van der Mat op een Aracki. Manfred Arendt op een Lotto 50. 153 rijdt van Eijsen, Lokanje op de Vredendraad. 59 Robert Lamé aan de